We hebben zo'n uitzending altijd best wat nare zaken, maar waar tips dus echt het verschil kunnen maken. Nou, door al die zaken worstelen we ons dapper elke week heen, omdat u, de politie en Avrotros natuurlijk heel fijn en normaal vinden dat je dat voor elkaar doet. Nou, om vanavond even wat rustiger verder te gaan, nu beelden van ja, dit wat rare mannetje. Dat mannetje gaat mogelijk landelijk fietsenwinkels af om het volgende te doen. Het is een wat apart type dat hier een fietsenwinkel aan de Oud-Marsumse straat in Almelo binnenschuifelt. Deze zaak verkoopt fietsen van één merk, een wereldspeler in vooral sportieve modellen. De man zoekt een mountainbike voor zichzelf, van zo'n 1000 euro. De medewerker valt wel op dat de man wat gek dik is ingepakt en ook dat zijn haar wat pruikerig zit. Maar daar kan natuurlijk ook een wat trieste reden voor zijn en niet iedereen hoeft dezelfde smaak te hebben. Ze gaan op zoek naar iets moois voor die prijs. De man lijkt oprecht geïnteresseerd en uiteindelijk valt de keus op dit exemplaar, dat zelfs iets onder de 1000 euro is. De man wil de fiets graag even uitproberen, het blijft tenslotte veel geld. Terwijl hij even moet wachten tot de ATB klaar wordt gemaakt voor een korte proefrit, de klant is koning, kunnen we hem even rustig bekijken. Want we willen graag weten wie of waar deze man is. Dit is het laatste wat wij en de fietsenwinkel van hem zien als hij mee naar achteren gaat om daar op te stappen voor de proefrit. Nou, u snapt hem al, nooit meer teruggekomen daar in Almelo. Fiets en vertrouwen weg, terwijl het juist zo fijn is om van die fysieke winkels te hebben waar je zoiets duurs even mag testen. Nou, de politie vermoedt eigenlijk dat deze man dit vaker doet. En we zijn heel erg benieuwd of mensen het verhaal herkennen en of deze man bijvoorbeeld ook andere vermommingen gebruikt. De medewerker denkt eigenlijk dat hij kaal is. Probeer je dat even voor te stellen. De man leek in de 40 en sprak Nederlands. Herkent u hem? Weet u of hij dit vaker doet of misschien ook wel met andere spullen? Trek aan de bel. Bijvoorbeeld dus op 0800 60 70. En tippen kan ook heel makkelijk via een tipformulier als u bijvoorbeeld hetzelfde heeft meegemaakt of beelden wilt uploaden.